Ja, impact. Je kan impact hebben als fotograaf op je beeld, maar de mensen die je fotografeert, en dat is in dit geval zeker in het geval van Ibu Sarmini, wat heeft die vrouw op mij een indruk gemaakt? Ik heb haar voor het eerst ontmoet in 2014 en ik heb nog steeds contact met haar. Wanneer ik in Jakarta ben, dan zoek ik haar op. Ze gaat mee naar openingen. Niet omdat ze daar als ornamentje bij moet zijn, maar omdat ze voor zichzelf ook de rol heeft bijna ontwikkeld. Dat ze voelt zich ook echt ambassadeur voor het probleem en wat er speelt in haar wijk. En ja, wanneer je het dan hebt over impact, dan is dat natuurlijk eigenlijk wat je echt wil bereiken. Hè? Dat die mensen zich, ja, dat ze eigenlijk een soort van eigenaarschap voelen over jouw project. En ja, ik krijg wel eens de vraag van, betaal je ze dan? Of wat doe je dan? Nou, ik vind wel als fotograaf, je kan er niet naartoe gaan en nemen. Want je neemt eigenlijk hun verhaal. Je moet wat teruggeven en dat kan je op verschillende manieren doen. Ik heb voor haar in het begin familiefoto's gemaakt. Die print ik ook, die laat ik lamineren. En ik geef ze. Maar het kan ook zijn dat, ik koop een jurk voor de opening. Of wat had ze? Zij verkoopt jamu. Dat zijn drankjes waar je gezond van wordt. Ze zijn niet te drinken. Maar ik heb haar hele assortiment gekocht. En dat vindt ze fantastisch. Hè? Maar wat ik dus wel heel belangrijk vind, is dat je nadenkt als fotograaf wat je voor hun terug kan doen. Hè? Want je kan wel zeggen van ja, ik wil jullie situatie verbeteren. Maar concreet, laten we heel eerlijk zijn, hebben ze daar natuurlijk voorlopig helemaal niks aan. Dus als je hun situatie wil verbeteren, dan moet je het echt zelf doen. En niet omdat het moet, maar omdat dat eigenlijk nog het leukste is wat er is. Toen ik haar het boek van de Zilveren Cavera gaf, waar zij met als cover zat, ja, dat vond ze fantastisch. En ik weet zeker, want ik stuur dit fotootje ook naar haar door, haar gezicht te zien als ze zichzelf zo groot ziet. Nou, ik weet zeker dat dat echt de hele wijk weer rondgaat. En ja, uiteindelijk is dat natuurlijk het leukste wat er is als fotograaf.